Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de volgende organisaties. Ik ben Hendrik Blanke. Ik ben 45 jaar. Ik ben vrijwilliger bij het Nationaal Busmuseum. We doen allerlei voorkomende werkzaamheden. En als er busritten zijn, dan ben ik ook buschauffeur bij het Nationaal Busmuseum. Edwin, is het gelukt met de ruitersproeier? Ja. Dit is hal 3 van het Nationaal Busmuseum in Hogezand. Hier staan de rijdende bussen die we gebruiken voor het busverhuur. Nou, dat zijn er ongeveer 10, 11. En hier staan ook de restauratieobjecten. Dus de bussen die nog gerestaureerd moeten worden. Nou, even kijken wat past, Hans. Allemaal goed uitgemeten is. Mijn vader was vroeger ook buschauffeur, dus daar ga je als klein jongetje al vaak mee, hè, met de lange busritten. En zo is de passie ook een beetje ontstaan. Ik zou zelf ook buschauffeur worden, maar ja, dat is iets anders gelopen. Ik ben in militaire dienst terechtgekomen. Daar mijn rijbewijs gehaald voor de vrachtauto. Dus ja, ik ben toen op de vrachtauto gekomen bij de bakkerij. En nou heb ik een leuke combinatie gevonden. Dan ben ik vrijwilliger bij het busmuseum en buschauffeur. Dus dan rij ik hier op een bus. Dus dan hebben we toch nog de hobby kunnen volmaken. Met de ene kant op een vrachtauto rijden, aan de andere kant zitten we ook af en toe op een bus. We gaan even olie peilen, want deze bus die wordt zaterdag ingezet voor een trouwerij. Dus dan moet alles wel in orde zijn. Trekken we het oliepeiler even uit om te kijken of er voldoende olie in zit. Dat is voldoende. Afgetankt, voldoende olie. Klaar voor de volgende rit. Nou, hoe zit die daar? Perfect. En dan kan hij zo naar beneden draaien. Zo. Ben ik vrij en ik heb verder niks op de agenda staan, dan ben ik hier wel te vinden. Er is hier altijd wel wat te doen. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de volgende organisaties.